Ja, het is weer die tijd van het jaar. Ik ga proberen om van 0 naar 1 miljoen coins te gaan in 1 week. En daarbij zijn er 2 belangrijke regels. Ik heb precies 7 dagen de tijd. Maar na die 7 dagen mag ik nog wel even de komende rewards afwachten en openen en verkopen. Om het net wat makkelijker te maken. En oh ja, ik mag natuurlijk geen geld uitgeven. Ja, ik mag wel eten en drinken en zo, maar... Oh, gaan we leuk zitten doen. De kassa is op dit moment nog helemaal leeg. 0 coins en Bateson is een van de caster creators ooit. Ik weet niet eens wat ik hiervan moet vinden. Dit eerste beeld verraadt inderdaad wel dat het net na de release is opgenomen. Het spijt me, het lag even. Maar het wordt alsnog een leuke rit, hoor, mensen. We gaan gelukkig wel snel van die hatelijke 0 afkomen. Want ook dit jaar heb je de Welcome Back packs. Met onder andere een stadion startpakket. Reactie, Kees. Oké. In het begin van de game krijg je al zoveel van die pakketjes die je dan soort van tegen je zin moet openen om ze maar weg te klikken, want je verdient er... Holy fucking shit, mensen. Hoe is dit ooit 3500 coins waard met discarden? Hierbij zit ik al op 0,35% van de miljoen. Ja, oké, als je het zo zegt, ja. Ja. En verder heb ik nog 4 identieke welcome backpacks met telkens 12 gouden spelers erin. Maar er is er maar eentje glimmend. Dus ja, dan moet je geluk hebben, wil je wat verdienen. De non-rest gaan hier en daar nog wel voor 1000. Maar ja, je krijgt in totaal maar 4 gouden glimmende spelers. Waarvan 2 keepers, 2 spitsen uiteindelijk wel. Maar de beste daarvan is Anthony Martial. Onderdeel van het komische duo Anthony en Anthony. Waarvan er eentje altijd doet alsof hij geblesseerd is. En die andere precies tegenovergesteld is. Die speelt gewoon wedstrijden terwijl hij gewoon eigenlijk niet fit is. Ja, nou, die vind ik Al met al tikt het toch wel aardig aan. Want de non-rest gaan allemaal wel net iets boven de minimale prijs. 400 tot 800 coins ongeveer. En dan kom je naar die startpakketjes. En deze plotselinge bonus van 1500 coins. Dankjewel. Waar heb ik dat dan verdiend? Meteen al op 21k. En ik ga niet dit de hele video zeggen. Maar dat is toch al 2,1% van die miljoen. En om dat meteen al iets meer te laten worden. Heb ik een leuke methode waarmee je snel coins kan verdienen. En die heb ik gekregen van niemand minder dan Koen. Als je de methode van Koen hoort om veel geld te verdienen, dan pak je die zeker met beide handen meteen aan. En die methode hield in dat je Boskartli van PSV ging snijpen voor weinig coins. En die kon je verkopen voor 5k. Sterker nog, die was gewoon extinct met een prijsrange van 5k. Die heb je blijkbaar nodig om de advanced SBC's makkelijk op te lossen. En er zijn best wel veel mensen die die non-resen gewoon random voor 3,50 of voor echt een random bedrag gewoon erop gooien. 4000 maximale verkoopprijs. En ik mag dan wel bijna 30 zijn, maar die snelheid zit er nog steeds in hierin. Sorry, maar ik ga dit toch nooit winnen van de jeugd van tegenwoordig als wij veel eerlijk zijn. Hoe wint Koen dit wel? Met die reuma vingers. Nee, ik moet het niet zo snel opgeven. Ik heb het gevoel dat je nog een beetje geluk nodig moet hebben. Ja, nee. Die is zeker nog niet verkocht. Er zijn al 2 seconden verstreken. Nou, dat is 4500 coins straight in het eigen zakkie. Kijk, soms moet je me net iets minder genoegen nemen. 4000 maximale koop nu prijs. 4000 is waarvoor ik hem koop. Een schamele K-winst. Maar goed, als je die kleine beetje niet kan waarderen, ben je die grote klappers niet waard. 600 coins en deze Boskagli is van mij. Holy shit, dit is de grootste klapper die je kan maken. 350 coins. Hij heeft niet eens gekeken hoeveel die waard is. Als dit zo doorgaat, ben ik vanavond al miljonair. Dan wordt dit de allermakkelijkste poging op... Ja, je wordt echt binnen een paar minuten al uit de game gekikt. En als je niet uitkijkt, krijg je volgens mij ook nog een transferban. En nu kan ik denken van, oh, wat triest dat ze dat doen. Ze houden me hier tegen, onderweg naar heel veel coins. Maar ja, als ze die mensen niet zouden bannen, zouden er nog zoveel meer concurrenten en kapers op de kust zijn voor die snipes. Dan had ik helemaal geen winst gemaakt. Dan had ik gewoon 0 winst gemaakt. En los van dat, ik verlies er alsnog heel veel, hè, daar niet van. Too late, too late. In die end springen we van 21 naar 39.000 coins op deze methode. Dus allemaal even dankjewel, Koen. Besef je nu pas hoe raar het is dat die Koen... De man die woont in een grachtenpand en rijdt in dikke bakken. Loopt met Gucci-mutsen, Gucci-jassen, Gucci-pakken. Nee, dat rijmt. Ja, moet je blijven doen. En met 39k op zak is het tijd om mijn eerste team te gaan kopen. En dit is dat team wat ik gekocht heb. Ja, zoals je ziet, het is niet echt een geweldig team. Ook in het begin van de game was dit niet echt een geweldig team. Maar ik ga ze ook alleen maar gebruiken voor de squad battles. Het is weer zover, dames en heren. Ik heb er altijd zoveel zin in op een of andere manier. Ook dit jaar, net als vorig jaar, eindigt de squad battle week op zondagochtend. En aangezien het nu zaterdag is, heb ik de hele dag om Elite 1 te halen in squad battles. Het moet ook wel echt Elite 1 worden, want Elite 2 is echt een stuk slechter. En zoals gebruikelijk, top 200 ga ik toch niet halen. Dan moet je minimaal PDD NOS voor hebben, wil je dat kunnen. Ik zit waarschijnlijk zelf ook ergens op dat spectrum, dus ik vind dat ik dit grapje mag maken. Als jij in je spiegel ziet, dan zie je de grootste artiest, ja. Wat zou moeilijker zijn, oprecht? Top 200 halen op squad battles of in de top 2000 komen met... Dit is een hele weirde flex, dit. En ben je een beetje fan van de bankzitters? Weet het eens wat het is. Oh. Ik ben stapelgek op jou. Day one zit je vast in mijn hoofd. Het lijkt echt heel erg op dat snolle bolletjes van KDO. Ik wil vanavond, bam, 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 draai om, door uw knieën naar mijn hoofd. Jij het
Maar ja, helaas is Squad Battles wel overleden dit jaar. Sowieso hebben alle tegenstanders hun spelers gewoon op de goede plek staan. Dus keepers in de spits, dat zie je al niet meer. Dat was even saai. Maar zelfs als spelers helemaal op de verkeerde plek staan, krijgen ze gewoon geen bonus op hun stats. Waar je vorig jaar min 10 kreeg op alles. Dat maakte alles zo mooi. Die centerbacks die van afstand scoren met nog 10 shooting over. Ja, dat doen we hier nooit meer. Ik moet zeggen, ik begin niet echt lekker aan die squad battle wedstrijd. Ik verlies gewoon de eerste twee potjes. Stel me teleur, jongen. En ik ben er nog niet helemaal over uit of dat dan aan mij ligt of aan mijn vrijmatige team. Even kijken hoe dat ze een lekker kutje net. Je moet dus tegenwoordig als keeper bij een penalty op je lijn blijven staan totdat de nemer de bal raakt. Dan mag je de lijn pas verlaten. Ik zeg erbij tegenwoordig, dat is natuurlijk niet waar. Eigenlijk bestond die regel altijd al. Er werd vroeger gewoon iets minder naar gekeken. Dit kan niet. Dit kan echt niet. Maar het is dan wel handig als je gewoon een soort van natuurwiskundig gezien kijkt. Dat je naar voren stapt op het moment dat die gozer de bal raakt in plaats van naar achter. Want die moet je doen alleen maar groter van. Keeper kun je nooit afrekenen om een penalty. En jij gaat het wel doen, dus ik ben wel een beetje klaar mee. En ook dit. De wedstrijd is natuurlijk al gespeeld met een 2-0 stand in de 95e minuut. Maar die bal wordt hier nog opgepikt door zijn speler. Is dit nou het allerbeste moment om nog, terwijl je nog wel op je benen staat, om dan te duiken? Waardoor je dus compleet uit je doel verdwenen bent. Maar de rol van die keeper van hun is ook dubieus hoor. Die is mee naar voren om gevaar te stichten in de 16. Die weet je wel, maar op het moment dat die corner genomen is, denkt hij, ja, dat was toch niet zo'n goed idee. Ik ga het... Oh, een doelpunt. Ik heb het ook altijd als ik in een restaurantje op mijn date aan het wachten ben. En ze komt binnen. Kijk ze even. Ja, mijn vriendin is gewoon echt verslaafd aan hardlopen. Maar ook voorin loopt het niet echt lekker hoor. Ik bedoel, deze had je op zich best kunnen maken. Alhoewel je ook zou kunnen zeggen, goed verdedigd. Soms moet je ook gewoon geen dingen proberen die je niet kan. What the fuck? Nee, mijn spitsie Robbie was vooral belangrijk in het creëren. Net iets meer in het afmaken. Dat was eigenlijk... Dat was hij. De enige die nog een beetje zijn niveau haalt is Martin de Roon. Weet je wel, die doet gewoon dingen waar hij goed in is. Hier, beuken. En als er een kopduel is, dan win je die. En als je niet met je hoofd kan winnen, dan sla je met je hand. Want dat boeit blijkbaar niet in het spel. En kansen dat hij creëert, hij schiet er alleen nooit eentje in. Maar bovenal staat hij altijd klaar voor zijn teamgenoten. Want als spitsen als malen kansen missen, dan is hij daar weer binnen. No time om die bal terug te brengen in de ploeg. Een nieuwe kans te creëren voor malen. En wat denk je? Die is echt heel slecht. Van ongepolijste spitsen gaan we naar ongepolijste rechtsbacks. Tot volgend jaar. Bro, die bal is meer dan 3 seconden in de lucht. Even, hoe hard moet hij die bal de lucht in hebben gekopt? Wil die bal 3,33 seconden in de lucht zijn geweest? Is er iemand die dat even kan uitrekenen? Nee. Dit is Dumfries en die kopt de bal. Want die bal zal ongeveer dit pad gaan afleggen. En je hebt een hele simpele formule waarmee je de hoogte van de bal kan berekenen. En als we alle variabelen die we hebben invullen, missen we er maar één. De initiële snelheid van de bal. Invullen, omzetten, boom. En Dumfries kopt die bal omhoog met 58,8 km per uur. Een dooie bal omhoog koppen met... Ah, mijn penalties gaan niet eens zo hard volgens mij. En voor de nerds, eigenlijk klopt dit niet eens helemaal. Dit is de snelheid in deze richting. Maar de bal beweegt natuurlijk eigenlijk meer in deze richting. En om deze echte snelheid te berekenen, moeten we de snelheid in deze horizontale richting berekenen. En dat is vrij makkelijk aangezien de bal van hier naar hier beweegt. Laten we zeggen dat dat ongeveer 20 meter is. Die bal daar 3,33 seconden over doet. Boom, invullen, geeft. Ja, een totale snelheid van 62,2 kilo. Ja, mijn punt was eigenlijk... Die tweede berekening was niet echt heel erg nodig. En toen kwam de computer, die rekende alles voor je uit. Ja, Dumfries gaat gewoon altijd all in zijn duels. Vooral bij hoge ballen. En nooit opgeven, je altijd vastbijten in dat duel. Jij wil mensen raken. Volgens mij blijf ik achter zijn sokken haken of zo. Wat een NPC is dit, joh. En wat me hier ook weer opvalt, terwijl die aan het koempelen is langs de zijkant, hè, die Dumfries. Is dat, en je moet wel echt goed kijken, dat mijn trainer kaal begint te worden op zijn achterhoofd. Maar het zou ook door een ongunstige belichting kunnen... Oké, we gaan door. Wat ik het raarst vind als squad battles dit jaar... is dat je maar tegen 4 verschillende teams speelt. En die wisselen gewoon telkens door. Met refreshen krijg je dezelfde teams weer. Dus je komt telkens diezelfde gasten tegen. Hier aan de rechterkant wordt Pembele gevonden. Rechts buiten Pembele. Nou, wie kent hem niet? Een soort, mam, hebben we autodrop thuis? Ja, we hebben autodrop thuis. Alhoewel, ik moet zeggen, die koeriertjes zijn nog best lekker. Nou, die geeft hier een ongelofelijke zaadbal op OC Tutu... die in de spits staat. Die kan er helemaal niet bij. Die gaat met zijn handen naar zijn gezicht van... Oh, hoe heb ik het kunnen verneuken? En
Sam, die wordt eruit gehaald. Die wordt gewisseld. Ibrahimovic wordt erin gewisseld. In de 31ste minuut. Wanneer zie je ooit een computer wisselen in de eerste helft? Op basis gewoon tactisch. Dat zie je toch nooit? Maar of het echt tactisch is, weet ik niet. Het lijkt meer een persoonlijk ding te zijn of zo. Want de volgende keer dat ik dat team tegenkom, is hij weer aan de bal. Hier, OC Tutu, de spits. Dit is natuurlijk geen geweldig schot. Die kan mijn keeper makkelijk pakken. Maar zo slecht toch ook weer niet om hem in de 34ste minuut weer uit te halen voor Ibrahimovic. Ja, het is ook geen geweldige speler, maar... 20 games, 0 goals. What the f*** is that? Nou ja, 0 goals. Geen 0 goals. Want soms is hij ineens door en dan scoort hij gewoon bij je. En dan weet je, vandaag mag hij een keer wel blijven. Het komt erop neer dat ik gewoon niet zo lekker begon aan squad battles. En ik wilde mijn spelers een steuntje in de rug geven. En daarom heb ik een motivational speaker uitgenodigd om de jongens toe te spreken in de kleedkamer. Om ze gewoon dat setje te geven. Dat ze weer in zichzelf gaan geloven. Dus bij deze. Nu. Ja, je moet nu wel beginnen, ja. Nee, dat is goed. Ga je best doen, ja? Weet je waarom? Goals, ja, dan ga je winnen. En je zag meteen in de kleedkamer, dit raakt de jongens. Dan stap je toch met een ander gevoel dat veld op. Waar voorheen alle dingen misgingen, gaan die dingen nu wel goed. Ja! Waar Malen voorheen stront produceren, doet hij nu dingen van goud. Kippenvel! En het zou het natuurlijk helemaal compleet maken als de woorden van Schreuder ook Martin de Roon zouden kunnen laten scoren. Je ziet hem bij elke bal eens aan moeten denken. Vanaf nu zie je hem bij elke bal aan zijn voeten denken. Er zit een open mond te kijken. Je ziet hem bij elke bal aan zijn voeten denken. Je ziet hem bij elke bal aan zijn voeten. Ja, maar nu vind ik dit. Dit slaat natuurlijk gewoon nergens op. Ja, laten we dat nog even één keer in de herhaling kijken. Ja. Inderdaad, dat is een kutkeeper. Ja, op een of andere manier was Martin de Roon ineens een soort bananenbalspecialist geworden. Ja. Zullen wij dan zo'n banaantje kicken? Zullen wij dan zo'n banaantje kicken? Banaantje, ik, banaantje, banaantje, banaantje. Conclusie, we schieten omhoog. Elite 1 is waar we zijn. Veilig en wel, dit gaan we niet meer uit handen geven. En deze rewards zijn in ieder geval morgenochtend binnen. En je ziet ook door het spelen van deze hoeveelheid wedstrijden, mijn coins aantal best wel eens gestegen. Meer dan 70.000 zitten we nu op. Maar wat ook lekker is dat je tussendoor heel veel van die untradable gouden pakketjes krijgt. Daar krijg je club een beetje body van, weet je wel. Inform Gerson hier. Die ken ik helemaal niet. Ja. Gerson, ik ga braken. Maar ook zeker niet misselijk, de allereerste walkout van deze van 0 naar 1 miljoen coins. Het is een untradable Trent Alexander-Arnold. Hij was op dit moment 40.000 coins waard, kan ik natuurlijk niks mee. Ik ga hier geen ene cent voor krijgen, maar ik zou er wel eventueel een goed team om kunnen bouwen. Goede untradable spelers, daar kan ik wat mee. Waaronder deze goede, vieze, smerige Duitse spits. Was op dit moment aan het begin van de game echt maar 6.000 coins waard. Maar toch een lekkere spits om je team erbij te hebben. Maar het is nog niet eens klaar met de bruikbare spelers voor een nieuw team. Ik pack hier namelijk nog een walkout, een keeper. Het is Hugo Jorie. En dat is lekker, want ik hoef de rest van de week eigenlijk niet meer te stressen of mijn keeper wel goed genoeg is. Dat zit goed. En ik hoef er ook niks voor te betalen. Gratis. En nu zit mijn club dus heerlijk gevuld met veel untradable gouden spelers, waarmee ik heerlijk de advanced SBC's kan doen. Maar goed, die zijn natuurlijk untradable dit jaar, wat deze challenge echt significant veel moeilijker maakt. Dus ik ga ze ook helemaal niet aanraken dit jaar. Ik heb er helemaal niks aan om dit te doen. Ik kan die untradable gouden uit mijn club beter investeren in tradable pakketjes. Zoals de Marquee Duels. Dat is... Ja, dat is gewoon Marquee Matchups, maar dan... Ja, nee. Die kan ik door die zo volle club doen voor 2000 coins. Dat is echt zalig. Dus eigenlijk wat we hieruit krijgen gaat allemaal pure winst zijn. Ik moet wel zeggen dat in mijn gedachten die Marquee Matchups pakketjes iets beter waren. What the fuck is dit? Hey, wat ben jij voor... Ja, ook dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, oké. We gaan het echt moeten hebben van dit laatste zeldzame gemengde spelerspakketje. Er zitten 4 gouden in, waarvan ze alle 4 glimmend zijn met minimaal 1,81 plus. Het is weer zo'n smerige duizend. Het is een sentiment. En het is een walkout. Toni Kroos wordt hier gepakt. 88 Toni Kroos. Nou, kijken of we hier nog een leuk clipje bij kunnen. En dat is wel echt heerlijk, want Toni Kroos verkoopt hier voor 18.000 coins. En dat is niet eens de duurste speler die in het pakketje zit. Dat is namelijk degene eronder, Kessier van Barcelona. Verkoopt voor 24.000 coins. Stel er nog een aantal zilvers bij op die hier ook nog onder zaten. Die gewoon voor 3, 2 en 1k gaan. En dan eindigen we deze dag, deze eerste dag, inclusief nog 2 kleine voortjes van EA, op een totaal van 137.000 coins. En dat is helemaal niet zo slecht. Toppie. En dan is het tijd voor dag 2, de zondag. En ik werd vroeg wakker, helemaal ready voor mijn squad battle rewards natuurlijk. Maar die kan ik pas over een uurtje claimen of zo. Dus ik was echt vroeg wakker. En ik heb ook nog wat tijd over om wat anders te doen. En in dit geval is dat... FUT MOMENTS!
Godverdorie nou, zeg, wat leuk. En fut moments is natuurlijk echt super saai. Je doet van die challenges tegen de computer en dan krijg je dan van die fut moments sterren voor. Waar je dan weer rewards voor kunt kopen in de vorm van pakketjes bijvoorbeeld. Maar het is wel een manier om volledig gratis coins te verdienen. Het enige wat je ervoor moet inleveren is wat van je tijd. In mijn geval 2 uur, want na 2 uur saaie challenges heb ik 65 sterren. Waar je 1 premium Jumbo gouden spelerspakket voor kunt halen. Ja, gefeliciteerd met... natuurlijk absoluut helemaal niks. Met 24 spelers waarvan de 7 zeldzaam zijn. Niet echt een garantie op iets goeds per se. Dat zie je dan ook wel. Maar wel een garantie op iets van coins. Want slechter dan dit kan een pakketje eigenlijk niet zijn. Maar toch pak je daar dan weer. En schrik niet hè mensen. Ongeveer tussen de 10 en 15k mee. Tussen de 10 en 15k in 2 uur. Dat is zo'n 5 tot 7,5k per uur. Wisten jullie dat ik gemiddeld 5952 coins per uur moet verdienen. Gedurende deze hele week. Dus ook 's nachts. Om op die uiteindelijke miljoen te komen. Dus ik zit daar wel tussen met deze 2 uur, maar niet te... ja. Maar we gaan echt de stappen maken, want daar zijn de Squad Battle Rewards 26k cash, wat ervoor zorgt dat we al op 168k totaal staan. Maar met die 250k pakketjes die er ook nog eens bij zitten, zouden we toch wel over de 200k moeten gaan, zou je zeggen. Maar eigenlijk hoop ik op nog grotere stappen en met een Franse spits zou het best mogelijk moeten kunnen zijn. Niet als het Griezmann is, die eigenlijk echt heel laag rated is. Als je kijkt hoe goed hij eigenlijk nog was op het afgelopen WK. Wat denken jullie dat de rating van Ronaldo volgend jaar gaat worden bij Al Nassr? 86 Ronaldo bij Al Nassr met 79 pace of zo. De gedachte alleen al doet echt pijn in mijn hart. Weet je wat trouwens echt vervelend is? Als je de hele dag in je hok FIFA aan het spelen bent. Dat droog je echt van uit. Maar gelukkig heb ik naast mij altijd mijn Airup fles staan. Airup is namelijk een waterfles waar je een geurpot op kan zetten. Waardoor als jij drinkt het net lijkt alsof het water, wat je gewoon uit de kraan haalt, een smaakje heeft. Maar eigenlijk heeft het helemaal niet. Je hersenen worden gewoon voor de gek gehouden. En met inmiddels echt heel veel verschillende smaken zit er ook sowieso wat voor jou tussen. Maar heb je nog geen idee wat je moet kiezen, dan raad ik je de Favorite 5 Winter Edition aan. Smaken die allemaal onverwachts lekker uit de hoek komen. Dus wil jij nou beginnen aan een iets wat gezondere levensstijl door bijvoorbeeld je frisdrank te laten staan? Maar ben je nou iemand die kraanwater op zich gewoon echt niet zo lekker vindt? Smakeloos. Dan is die stap makkelijk te zetten met Airup. Drink gewoon elke dag lekker water. Lekker water. De link naar de site zal staan in de beschrijving, dus zeker checken. Het pakketje verder is echt in zijn totaliteit echt waardeloos. Alleen Griezmann en Ismaili verkopen nog wel voor 2000 coins. En ik moet jullie teleurstellen, ook dit stelt er vrij weinig voor. Handanovic is 2k en Tagliafico gaat nog voor 4000 coins. Officieel dus het beste wat al die uren aan Squad Battles grinden heeft opgeleverd. Maar goed, we kijken natuurlijk naar het grotere plaatje. Want we zijn door Squad Battles van net iets meer dan 140k naar net iets meer dan 190k gegaan. Holy shit, we hebben die 200k niet eens gehaald. Dat is eigenlijk best wel vrij triest. Maar ik denk dat we de goede tactiek wel te pakken hebben. We moeten gewoon op zoek naar meer tradable packs. En dan gaat het geluk vanzelf komen. Het geluk dat ik nodig heb om die 1 miljoen coins te halen. Ik ga gewoon weer verder met die fut moments. Want daar valt nog best wel wat te halen. Pas gewoon naar Mbappé. Anders doet hij niet meer mee. Dus dat is ook niet echt handig. Je mag niet meer meedoen. En kun je maandag ook op zoek naar een nieuwe baan. Dus pas gewoon. Je kunt dus voor 24 van die sterren 1 draft token halen. En met 1 draft token zou je in principe heel veel coins en heel veel pakketjes kunnen verdienen. Het team ziet er niet eens heel onaardig uit. Ah, dat is mooi. Om de held van vorig jaar die ervoor gezorgd heeft dat we veel te eenvoudige miljoen coins haalden in 1 week. Om toch weer even terug te zien. Jeroentje van de Boom. De eerste wedstrijd in FUT Draft is eigenlijk een formaliteit. 7-0 winnen we hier in de eerste helft. Lewis flikkert het in het puntje. Ook de tweede wedstrijd weet ik te winnen. Nou, wat mooie goals van Havertz hier. Dit is echt zo'n first week mooie goal. Ik heb hem hier opgeschreven, een mooie goal. Maar het is echt helemaal geen mooie goal. Wauw. Maar in de derde pot kom ik tegen een tovenaar hoerenzoon. Wat een gore tovenaar. Ik racequit ook maar gewoon in de eerste helft. Ik had nog wel de comeback kunnen proberen. Maar tijd is natuurlijk ook best belangrijk in deze serie. En ik had niet het gevoel dat hier nog wat in zat. De pakketjes die je krijgt als je maar 2 keer wint in FUT Draft zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Maar goed, onder het mom van alles is toch gratis. Ik hoef geen 15k inleg te compenseren. Kunnen we best tevreden zijn met het feit dat we nu over de 200k zijn. 207. Wat erop neerkomt dat we inderdaad aan deze draft token ongeveer 15k hebben verdiend. Maar het mooie is, je kan dus 3 keer in totaal een FUT Draft token unlocken met die momentsterren. Dus maak je klaar voor draft nummer 2 met 4 heroes erin. En 1 hero gaat ook echt een hero zijn. En dat is in dit geval Brolin. Brolin, Brolin, Brolin. Die maakt namelijk in de eerste wedstrijd 2 goals. Die maakt in de... tweede wedstrijd 2 goals. En dat getal 2, hou dat nog even vast. Ik blijf namelijk weer steken op 2 overwinningen. Want ja...
Wat vind je er zelf van? En wederom onder het mom van alles was toch gratis, kan ik nog best blij zijn met deze Greelist die voor 2400 coins verkoopt. En deze schaduwkaart gaat ook voor 3000 coins. En daarmee springen we van die 207k naar 220k. Dus als dit een normale draft was, ik zeg het er maar weer bij, hadden we dus verlies gemaakt. En terecht als je maar 2 wedstrijden wint. Goed, ik krijg nog 1 poging. Die laatste gratis FUT-draft token. Wederom een team met veel heroes. Forlan, Morientes en Ginola. Kijk, die eerste 2 wedstrijden, daar hoef ik jullie niet te vertellen. Die gaan we eenvoudig winnen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar kunnen we die reeks van het verliezen in die derde wedstrijd verbreken? Nou, met zo'n start van Morientes. Dan zou dat heel goed mogelijk kunnen zijn. En Morientes, dat is sowieso de man. Wat een sleebeweging. Wat een poeier. 2-0. Uiteindelijk begin ik geweldig aan deze wedstrijd. Ik kom zelfs 3-0 voor na 13 minuten. Dan denk je, dit wordt een walk in the park. Maar nee, uiteindelijk zijn we toch in een situatie gekomen dat ik een rode kaart heb in de verlenging. In de 111e minuut dat het 5-5 staat. Maar dat Morientes achter de bal staat met al 3 goals op zijn naam. Je ziet trouwens nu pas dat het Ginola is, maar goed. En die kan het hier gaan beslissen. Oog in oog met Bernd Leno. Die penalty specialist Martinez altijd op de bank wist te houden. En dat is... Dat was eigenlijk best wel de kans op een keertje. Ja, precies inderdaad. Onder het mom van alles was toch... Maar uiteindelijk, wanneer het niet meer verwacht, valt die daar dan toch, die waardevolle speler. Het is een Italiaanse CVM van AC Milan, Tonali. Je denkt, is die veel waard? Jawel, die speler verkoopt maar liefst voor 23.000 coins. En ondanks dat hij de boel nog wel een beetje redt, want verder is het echt allemaal kak, heb ik toch het idee dat ik er wel meer uit had kunnen halen. 3 gratis deelnames, hè, aan FUT-draft. En dan 3 keer niet verder dan de 2e ronde. Als ik zie. Wanneer ik alle spelers die ik gepakt heb en mijn Nederlands team wat ik nog in mijn club had zitten verkoop, kom ik op een totaal van 263k. En het is in ieder geval al wel op de 2e dag al over een kwart. Dus de start is in ieder geval wat mij betreft veelbelovend. Maar dan wordt het wel tijd om te gaan spenden. Want ik heb een team nodig voor de Division Rivals waar we aan gaan beginnen. Omdat spelers in het begin van het spel nogal veel kunnen dalen, besloot ik om niet te veel uit te geven. Ik wilde zo rond de 100.000 coins uitgeven. En dan kom je uit op een team als dit. Ik heb erbij gezet wat ik voor de spelers heb betaald. Je ziet dat ik inderdaad best wel veel al een tradable had. En dat Llorente op zich wel een uitschieter is in het team. Maar ik had het gevoel dat ik hem nodig had. Want ik had een soort tactisch plan bedacht. Meeste brein hier aan het werk hoor. In game wilde ik hem namelijk omwisselen met Trent. Die dan op het middenveld terecht kwam. En Llorente kon dan gewoon aan die rechterkant spelen. Geniaal. Uiteindelijk kostte dit team mij zo'n 120k. Dus heb ik nog 148k over. Die bewaar ik goed. Daar kom ik niet meer aan. Die staat in ieder geval vast. En dan is het weer tijd om in een aantal dagen zoveel mogelijk Division Rivals te gaan spelen. En om daarbij natuurlijk zo ver mogelijk te komen, want op donderdag krijg je die rewards op basis van welke divisie en rang je op dat moment bent. Dus hoe verder je komt voor donderdag, hoe beter het is. En ik moet natuurlijk ook veel spelen, omdat ik moet plaatsen voor de Weekend League. Dat is vrij belangrijk. En de eerste wedstrijd bewijst meteen maar dat een speler als Trent in je selectie hebben helemaal niet gek is, want dat is een specialist op het gebied van vrije trappen. Dit is de assist van het jaar! En Llorente aan die rechterkant neerzetten blijkt ook meteen een goede zet te zijn. Want hier is een voorzet op kopspecialist Pedri. Die staat natuurlijk bekend om zijn kopgoals. En nu denk je misschien elke speler kan koppen in dit spel. Dat ligt echt niet aan Pedri. Nou, dat valt wel mee hoor. En ook in deze wedstrijd komt de CVM vrij op de 16. Kan schieten en scoort Trent. En daarmee kunnen we meteen al concluderen dat het team tactisch gezien goed staat. Dankjewel dames en heren. En in principe ben je natuurlijk gewoon in 3 wedstrijden door divisie 10 heen. Dat lukt ook. En als je dan begint aan divisie 9 dan... Het feit dat Lukaku deze bal niet miskopt vind ik al... best bijzonder. En dan verlies je meteen in divisie 9 en ben je je vuurtje ook kwijt. Ja, het ding met Division Rivals is een beetje... Er is niet echt wat om te laten zien. Je zit niet echt aan een max aantal games gebonden. Of er is niet echt een specifiek einddoel of zo. Ik kan het net zo goed wat korter samenvatten. Ik win, ik win, ik win. Ik speel wel eens gelijk. Ik win, ik win, ik win, ik win, ik win. Maar dan speel ik ook wel weer eens gelijk. En dan kan ik inderdaad heel boos worden op het spel die mij zwaar hard naait. En zulke penalties tegengeeft. Ja, natuurlijk. Dat doet toch niks? Maar voor elke onzinnige penalty tegen krijg je een nog iets meer onzinnige penalty mee. Ja, dat is gewoon een vieze, hele vieze actie. Heel eerlijk, ja. Ja, walgelijk. Uiteindelijk sta je met een team als dit gewoon waar je hoort te staan. Met een team als dit, daarmee bedoel ik Timo Werner. Die mist echt alles. Hoe krijg je het voor elkaar om deze bal er niet in te schieten? Ik bedoel, wat is dit? Ik speel hem ook gewoon liever niet aan voorin, want ik word helemaal gek van die gozer. En dan gaat hij nog van afstand proberen te schieten ook. Dat is toch niet... Dit moet je even niet uitzenden. Geef me een willekeurige Duitse spits op aarde waar die ook speelt. En die is zeker beter dan Timo Werner. En dan denk je, het is tegen een of andere kutverdediger die niks doet. Nou, zijn wereld stort in naar deze goal. En dan denk je, misschien die keeper. Die kan er helemaal niks van. Bruh.
Kevin Trapp. Nou, dat was een leuk uitstapje. Goed, dit is waar ik mijn zondag eindig. Vlak voor de Visie 7. In principe prima progressie. Maar voordat we de dag echt afsluiten, komt er nog iets moois aan. Een untradable pakketje met minimaal 1,83 plus erin. En dat kan heel goed uitpakken. Zeker als het een Duitse sentiment is. Een walkout. Kevin. Nee, zo heet hij helemaal niet. Leon Goretzka. Voor het begin van de game is dit echt een hele zieke speler om te hebben. Kost meer dan 100k. Link prima in mijn team. Ik kan hem er ook meteen inzetten. En het is gewoon een beast. Voor het feit dat ik mijn account letterlijk gisteren ben gestart, vind ik dat dit een best aardig team is wat er al staat. Maar goed, ik had hem toch liever tradable gehad, want dan leverde het centen op. Centen wil ik zien! Ben jij gek? Maar goed, een beast als Goretzka pakken zou er natuurlijk indirect wel voor kunnen zorgen dat ik meer coins ga verdienen. Door bijvoorbeeld beter te spelen in Division Rivals. En je zou kunnen zeggen, zo aan het begin van deze maandag, dat wanneer je wint, het wel enig effect heeft gehad op je selectie. Alhoewel ik eerlijk moet zijn, vooral Rashford is echt de speler die je doet. De sterspeler van dit team. Alles verandert in goud wat die gozer doet. De meest waardeloze voorzetten komt hij er nog in. Het nadeel is wel dat als iemand anders aan de kans krijgt, dan dat heeft hij dan wel liever niet, maar goed. Dit is gewoon schande voor het voetbal, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, zoals ik eerder al zei, je verliest ook wel eens en sta je gewoon waar je hoort te staan. Want voor elke bullshit goal die je tegenkrijgt. Oh, wat een stronkom. Waardoor je dan dus 2-1 achterkomt, staat dan aan de andere kant weer een werkelijk waar debiele goal voor mee, want... Het is weer 2-2, mensen. Ik win. All I do is fucking win. En in dit blokje was het vooral kopspecialist Pedri. Llorente vindt hem keer op keer. En wat een voorzetter die hij erin komt. Maar het is niet normaal. Hier weer aan de zijkant is het Rashford die voor de voorzet gaat. En daar is... Ik zweer je, maat. Als hij niet voor een overtreding tegenfluit, is het gewoon een goal. Een panel. Is dit een overtreding? Moet dit de overtreding voorstellen? Bruh. Rashford krijgt wel makkelijk penalties mee, hè? En eigenlijk had ik mijn hele maandag kunnen samenvatten met het volgende. Ik begon hier en ik eindig hier. En coins-wise heb ik in principe helemaal niet zo heel veel verdiend. Maar dan ook echt heel weinig. 5k aan matchbonussen, waardoor ik nu op 168 cash sta. Laten we het er maar op houden dat de werkweek weer begonnen is. En dat heeft tegenwoordig helaas wel echt invloed op de hoeveelheid FIFA die ik kan spelen. En dan is het alweer tijd voor de vierde dag, de dinsdag. De dag die de week doormidden breekt in mijn geval. En om te voorkomen dat ik weer maar 5000 cash in één dag zou verdienen, dacht ik, ik duik nog één keer even FUT Moments in. En ik... Een beroerte. Ik unlock gewoon even twee pakketjes. Al zijn ze niet geweldig, al is het... Een 7,5k pakketje, één van de twee. Even voor het gevoel springen we toch voor 168k naar 100. En op dit moment had ik ook nagenoeg alle momentsterren uitgespeeld die je uit kon spelen. Dus dit is een gesloten boek vanaf nu. Geen moments meer voor mij. En wat ondertussen ook een gesloten boek aan het worden is, is Division Rivals voor deze week. Natuurlijk niet voordat ik jullie nog één keer kopspecialist Pedri aan het werk ga laten zien. En ook niet voordat ik jullie nog één keer ga laten zien waarom Llorente zeker die 70k waard was. De tegenstander geeft hier een foute bal. Llorente staat hier als voorste man te wachten op de counter of zo. Gaat sprinten als een gek en snel is die ook. En wat denk je, gaat hij het afmaken? Natuurlijk gaat hij dan! En daarmee zitten we ergens halverwege ons pad richting Divisie 5. Maar het belangrijkste is, we hebben ons geplaatst voor de Weekend League. Althans voor de playoffs van de Weekend League. Maar heel veel verder spelen in Division Rivals heeft voor nu denk ik geen zin. Misschien moeten we gewoon net iets meer risico gaan nemen. Ik flikker er gewoon mijn geld in. 15.000 coins leggen we in voor deze FUT-draft. Dit is het slechtste wat ik ooit heb gezien. Alleen die Papin zou misschien nog wat kunnen in de spits. François van Zac Promis, dat is hem. En of die Papin wat kan, die krijgt hij namelijk een kans. En die zoomt even in en die mist de kans. Rini, welkom. Dankjewel. Jij wil mensen raken. Wat bedoel je daarmee? Raak om ze het. Nee, wat is dit? Nee, Matty, wat doe je nou? We spelen hier om echt geld en ik krijg rood en een corner tegen in de eerste helft. Het kan ook gewoon niet slechter. Oh ja, het kan natuurlijk wel slechter. Koulibaly met een geweldige keypass. En het ligt helemaal open en we staan 2-0 achter met de rode kaart. Gelukkig heb ik wel een team die dat om kan buigen met een hele goede bank. Dus wellicht komt het nog goed. Of onze enige goede speler gaat gewoon iets laten zien. Die moet je geen ruimte geven. Bam, daar is de 2-1. En weet je wie je ook geen ruimte moet geven van die rechterkant? Adama Traoré met de voorzet. Nee, met de goal. Gewoon helemaal zelf. Dit is echt de meest onverwachte combi die ik in tijden heb. Ik ben er echt niet rauwig omdat deze gast bij 2-2 besluit te rage quitten. Want dit is eigenlijk hoe het zou moeten gaan in de eerste ronde. Wow. En op zich eigenlijk ook wel in die tweede ronde zoals jullie van mij gewend zijn.
Moet je blijven doen. Maar dit gaat nog wel een potje worden. Want de 2-0 door Papin, aardappel, gratin. Betekent niet dat deze wedstrijd al beslist is. Mijn tegenstander komt gewoon terug tot 2-2. Dus dan moet je weer aan de bak. Papin hier met de assist. Ik vind dat echt een lekker spelletje. Ik ben enthousiast over hem. Goeie actie, Son. 3-2. Maar na Papin is volgens mij Koulibaly mijn MVP. Bruh. Want die geeft hij zijn tweede assist van deze draft alweer. Dan moet je weer aan de bak voorin met Adama Traoré. Geef hem nou geen ruimte aan die zijkant. Geef hem nou geen ruimte aan die zijkant. Papin met de omhaal. Nou, is hij deze keer dan wel binnen? 89e minuut, hij loopt te pielen in de 16. Montiel, wat doe je nou? En dan wordt deze tweede wedstrijd ook nog een verlenging. We zitten hier net in die verlenging en daar is... Toen ik voor de vierde keer op voorsprong kwam tegen deze gast, vond hij het wel mooi geweest. Terwijl hij echt nog wel even de tijd had om terug te komen, maar goed. Gertje, wat wil dan eigenlijk zeggen zo? Zie? Samson, je weet toch wat... is. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Wat is dat een hele spelletje, zeg. Maar mijn tegenstander komt nog wel terug in deze wedstrijd. Zijn aanvallen voelt iets. En anderhalf uur later gaat hij toch maar even liggen. En dan krijg je een penalty tegen. Maar wie anders is daar om de wedstrijd toch tegen het einde weer te beslissen. Het is Jean-Pierre Topscorer. En zelfs in die finale begint hij weer heerlijk. Weer de 1-0. Hoe is Tchouaméni in staat om dit überhaupt te doen? Gaan we dan de problemen komen? Natuurlijk niet als het aan Papin ligt. De spelmaker van de dag vindt dat Kessié. Die vindt zonder die mist... die... zeer bijzondere manier van afmaken. En dan zitten we inmiddels in de 91ste minuut. Dit kan toch niet meer misgaan. We gaan het toch niet weer verspelen op het einde. Nee, natuurlijk niet. Smiley is de verdediger die ons redt. En dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Alhoewel ik hier wel hap in de 92ste minuut. Maar de tijd is voorbij. Het is buiten tijd. Zaha wordt gevonden. Leao wordt gevonden. Sui. Sui. En het staat 2-2. Ja. Yeah. En dan gaan we weer verlengen voor de 100ste keer. Ik was ook zoveel tijd kwijt aan één draft. En... oh, hij wijst naar de stip. Een penalty in de verlenging van de finale van de FUT-draft. Daar kan natuurlijk maar één man achter gaan staan. En eigenlijk weet je voor 100% zeker dat hij deze bal natuurlijk gewoon gaat maken. Papin! Vasaktrumi! En we winnen die FUT-draft. En dat lijkt misschien klein, maar voor mij was dat op dat moment erg leuk. Erg belangrijk ook. En wat gaan we die rematch... ja, ik had liever andere gehad, maar goed. Het premium goudpakketje is niet per se heel goed, maar het gaat natuurlijk om die andere twee beukers. Mega pakketje nummer 1. Chiellini. Chiellini verkoopt voor 2200 coins. En de andere lichtpuntjes uit het pakketje waren nog die Jonko uit Den Haag. Die Tuta. Ik blow heel veel. Bijna 1000 coins verkocht hij nog voor. En dit positie aanpassingskaartje die gaat ook voor 1400. Dus dat is nog wel oké. Ik denk dat we al onze hoop op deze laatste moeten gaan vestigen. Oké, ik ga hem nu openen. Mega pakketje nummer 2. Na het zwoegen in mijn FUT-draft. Hij is Frans. Het is een keeper. Het is een walkout. En we bekken voor de tweede keer in deze serie. Hugo Lloris. Franse beloning voor een Franse wereldprestatie in die FUT-draft. En in tegenstelling tot de eerste keer dat we hem packten, kunnen we hem nu wel verkopen voor 18.000 coins. Dat is echt een lekkere meevallen. En verder zat dit pakketje vol met goede dingen. Positie aanpassingskaartje, 1400 coins. Anker, 1300 coins. Mark van Bommel, jij gelooft het niet dat iemand een stuiver voor hem wil geven. 3000 coins was hij waard aan het begin van de game. Ik krijg een heel raar gevoel, sorry. Oh. En dan hebben we nog twee Brazilianen. Galeno, 1200 coins. En deze Bruno Perez ook 2k. We begonnen deze FUT-draft natuurlijk op 180k. En we springen hierdoor naar, boom, 218.000 coins. Dat betekent dat we bijna 40k winst hebben gemaakt op deze draft. Dat is echt heerlijk. Dat is echt goed. En dan zou je zeggen, doe op deze dolle dinsdag even nog wat meer FUT-draft. Nou ja, ondanks dat het al laat was hier hoor. Ik had niet mega veel tijd meer. Ik waren ook de servers down. En dan kon ik gewoon echt helemaal niks meer doen. Dat is echt helemaal kut. Maar ik wilde dit draft wel wat intensiever gaan oppakken op de woensdag. Ik zat er lekker in, want besef, ik heb gewoon met dit team een jullie beseffen het niet volgens mij. Met dit team een FUT-draft gewonnen. Maar op de woensdag ging het eigenlijk net wat minder lekker. En ik wil dit eigenlijk even kort samenvatten, omdat het eigenlijk super saai was. Ik doe een stuk of 6 drafts achter elkaar. En eigenlijk telkens eindig ik een beetje in de middenmoot. Tweede ronde, derde ronde. En eigenlijk verdien ik ook elke draft tussen de 12 en 20k ongeveer. Geen enkele uitschieter omhoog, maar ook niet echt uitschieters omlaag of zo. Dat kan ook eigenlijk niet. Je maakt eigenlijk altijd wel minimaal 10, 12k. Ja, behalve als je in de eerste ronde zou verliezen, maar zo
slecht ben ik nou ook weer niet. Ik vraag me toch af hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ik ga het denk ik ook niet begrijpen. Nou ja, op één keer na dan verloor ik in de eerste ronde. Maar die zilvers zijn helemaal in het begin van de game ook niet super weinig waard. In dit specifieke voorbeeld zit er een 1 zilver pakketje, een Franse gast van 4k en een extinct Braziliaan van 5k. Ja! En dus springen we na een hele lange tijd draften, wat echt zonde van mijn tijd was, van 218k naar 230k. Het is nog net winst. Voor mij zit die winst er voornamelijk in de matchbonussen. Maar goed, nogmaals, dit is een waardeloze dagbesteding geweest. En omdat de woensdag bijna voorbij was en de donderdag aan begon te breken, de dag waarop je Division Rivals rewards kreeg, dacht ik, ik kop nog even wel Divisie 5 binnen. Dat lukt me dan nog net wel. Daardoor krijg ik niet deze rewards, maar deze rewards. Je moet echt goed kijken van, is het wel een verbetering? Maar goed, ja, alle kleine beetjes kunnen helpen. Dus ja. En ik besloot mijn team ook nog even te panicellen, want ik had de verwachting dat hij op donderdag er al die Division Rivalry Wars meteen zou gaan dalen. En op deze manier kan ik mijn donderdag beginnen met 350k op zak. Het goede nieuws hieraan is dat ik na tax nog 120k voor mijn team heb gekregen. En dat is ook ongeveer wat ik ervoor betaald heb. Dus qua verkoopmoment lijkt het best wel gunstig. Het slechte nieuws is dat we nu 5 van de 7 dagen gehad hebben. En dat ik pas net over 1/3 van het aantal coins zit dat ik moet hebben. Dat is denk ik niet heel indrukwekkend. Dat is gewoon slecht. En ik heb even wat berekeningen gedaan. Dat is niet goed. Sinds het weekend voorbij is, zit er niet echt schot in de zaak. Maar goed, er was ook niet zoveel te doen om direct coins te verdienen. Ja, behalve als je geen debiel bent en het ja, gewoon elke draft gewoon echt tering hard verneuken. Ik walg van mezelf. Maar nu gaat het natuurlijk wel met de aankomende Weekend League de serious business beginnen. En we maken nog steeds kans. Op die 1 miljoen. Ron Jans, jij kwam binnen hier vanmiddag en je zei ja, okay. Ja, ik denk het wel. Jij, oké. Okay. Maar, zit er iets in, Ron? Ja. Ja, je weet wat ik bedoel? Nee. Prima. Dat ging niet. Dankjewel, Ron. Ik wil deze donderdag meteen gaan gebruiken om mezelf te plaatsen voor de Weekend League. En daarvoor moet je de Champions Playoffs spelen. En dat is in principe heel simpel. Ik vind dat puntensysteem nog steeds zo niet overzichtelijk. Maak gewoon een balk met winst en verlies. Dat snapt iedereen. Je hebt 10 wedstrijden en je hebt je in principe met 4 keer winnen en 4 keer verliezen al geplaatst. Dat kan natuurlijk elke debiel. Hoe meer je van die 10 wedstrijden wint, hoe beter je rewards wil zijn. Maar daar ga je de oorlog niet mee winnen. Lang verhaal kort, ik heb nog helemaal geen team. Dus ik koop echt het goedkoopst mogelijke team wat je kan verzinnen. Het kostte me 6k om dit aan te vullen. En dan is het tijd om mezelf eenvoudig te gaan plaatsen. Ja, sorry. Het was nog wel bijna een gelijkspel als Adama niet de 1, En ook de tweede wedstrijd begint niet echt geweldig, want ik kom wederom 1-0 achter. Maar het is deze keer Timo Werner, die weet dat hij er moet gaan staan nu Rashford daarvoor in weg is gevallen. 1-1! En waar ik hem om verguisd heb eerder het niet kunnen meedoen in het aanvalsspel. Hij laat nu zien dat hij dat wel kan assisten op Goretzka! Een van 's werelds meest bijzondere voetballers ooit. In deze FIFA liggen natuurlijk altijd de chipjes op de loer. Benzema doet het wel heel smerig. Maar vervolgens is daar Danjuma met de actie van de eeuw. Wat een spin. Dit is echt een kutspeler, jongen. Is het uiteindelijk gespeeld in de 90ste minuut met een 3-2 voorsprong? Wat denk je? Ik word weer gechipt door die scheid Benzema. En dan staat het na 120 minuten 3-3 met een expected goal van 5.8 tegen 0.7. Wat een gelul, hè? In de penaltyreeks tegen Argentinië tijdens de WK-finale gaf hij je geen enkel moment het gevoel dat hij ooit een penalty ging stoppen. Maar nu pakt hij gewoon de eerste en de tweede penalty, waardoor we safe zijn. En de eerste overwinning, dit is... Ja, die mag je eigenlijk je stem niet voor verheffen, dat je hier wint. Die pot daarna winnen we natuurlijk ook, waar het niet dat het wel nipt is. Dat had niet zo moeten zijn als je kijkt naar de expected goals. 5.4 tegen 1.6. Ja, ik moet wel zeggen dat in dit geval ik het wel grappig vond om mijn expected goals op het einde van de wedstrijd, toen het toch niet meer bloed heeft, de boost. Grappig, en ondanks dat ik mijn team natuurlijk wel flink gedowngrade heb, betekent het niet meer dat we geen pracht voetbal kunnen laten zien. Want dit is echt een counter uit het boekje. Danjuma doet daar de Berbatov spin. Ziet daar Goretzka meelopen. Die ziet Werner. Tikt hem terug op Goretzka. Werner krijgt hem weer. En dit is echt typisch Timo Werner. Stupid guy. Ja, je merkt wel echt... Je merkt wel verschil met eerst. Maar opgeven doen we natuurlijk sowieso nooit. Hier staan we 3-1 achter, maar Danjuma krijgt de bal. Tegen het einde van de wedstrijd 3-2 aansluitingstreffer. En kunnen we dan nog wat met nog 6 minuten officiële speeltijd op de klok. Maar tegenstander verliest hij een heel dom de bal. En Danjuma kan op naar de 3-3 de gelijkmaker binnen 10 seconden. Maar die kan er gewoon geen kut van. Even voor de goede orde, ik ga nu 2-2 in Champions Playoffs. Dat is gewoon slecht. Ja, en soms komt je redding in de vorm van een winnende goal in de 74e minuut uit een redelijk onverwachte hoek. Want hier is het Darder die de 2-1 maakt. Wie de
Wie is dat dan? En het zijn natuurlijk niet altijd de nieuwe goedkope namen die het af laten weten. Soms laten de vertrouwde goedkope namen met wie ik de hele tijd al speelt afweten. En die Araujo krijgt hier een panna, jongen. En wat een gestuntel hier ook bij de 2-0. Gadverdamme, ik kan ook echt helemaal niet verdedigen, jongen. Is er dan met 2-0 achter nog wat mogelijk? Goretzka, doe het maar gewoon, jongen. Doe het maar gewoon. 2-1. En die Timo Werner is zo'n onvoorspelbare speler. Hoe hij dan dit met links weer inschiet, ik heb ook geen idee. Mijn tegenstander komt dan door aan de zijkant en maakt het 3-2. Maar ik maak uit de penalty de 3-3. Mijn tegenstander komt weer door aan de zijkant en komt op 4-3 voorsprong. Maar je redding komt soms uit onverwachte hoek. Daar is hij weer. Darder. 4-4 dan op het scorebord. En kunnen we dan ook een keertje voorkomen. Nou, als Timo Werner dit doet, dan staan we 5-4 voor tegen het einde van de wedstrijd. Maar je voelt hem eigenlijk al aankomen. Hij komt door aan de zijkant en maakt dan de 5-5. Wat ligt daar open? 84e minuut. Kassan Wirjo is hier ingevallen voor Haarlijn. Kassan Wirjo. Wat een geweldige actie van hem. Zoekt naar die vrije man. Staat daar Timo Werner vrij. Die staat daar vrij. En dit moet dan toch de winnende goal zijn in deze wedstrijd. Het is de 91e minuut. Ik heb zelf de bal en wil dat Tierney nog één keer diep sturen. Maar hij heeft dan de bal. En dan zou je toch wel zeggen dat hij af moet fluiten. Je zou... Het is ook echt niet te geloven. En dan weet je al hoe laat het is. Het eerste wat het doet, een verlenging is doorkomen aan de zijkant. En dan staat hij 7-6 voor. En dan gaat het natuurlijk wel steeds lastiger worden om weer gelijk te komen. Maar we blijven proberen. 110e minuut, gepingel rond de 16. Gerson ziet daar een gaatje bij Adama. Helemaal open, toch die 7-7. En dan voel je de goal die nu gaat vallen. Dat zou dan wel eens echt de winnende kunnen zijn. Ondanks de vele comebacks die al geweest zijn. Maar deze keer is het Gravenberg. Die zoekt naar Gerson. Zoekt naar het schot. Wat een scheidschot in de 116e minuut voor de 7-8 van Gerson. Hey. Ik win. Ik sta nu 4-2. Dat betekent eigenlijk dat ik alleen maar twee keer hoef te verliezen in de komende 4 wedstrijden. En dan ben ik al geplaatst. En uiteindelijk door het vrij matige team en toch wel een beetje gebrek aan motivatie om hier echt in te pieken, verlies ik 3 keer achter elkaar. Waarvan de laatste er eentje was na penalties, waarbij mijn tegenstander 0.6 XG had en ik 7.1. En deze keer echt, ik zweer het je, niet deze soort praktijken. En eindig ik dus in de minimale rang om jezelf te plaatsen. Maar goed, we zijn geplaatst. En we hebben er weer wat pakketjes bij, wat er ondertussen best wel veel aan het worden zijn. Want ik heb natuurlijk ook nog die van de Division Rivals die ik nu ga claimen. En ik besluit om de pack party compleet te maken ook nog even de marquee matchups te doen. Dit team doe ik gratis. Hier betaal ik 600 coins voor. Dit team doe ik gratis. En dit team doe ik ook gratis. Mijn club zit echt helemaal vol met untradable spelers. Maar er zijn gewoon eigenlijk te weinig SBC's om daar echt gebruik van te maken, helaas. Maar ja, er staan alsnog wel 13 tradable pakketjes op ons te wachten. En waarvan de eerste een Fransman is. Een spits! Het is niet Mbappé, maar Griezmann, die echt laag rated is voor hoe goed WK die nog gespeeld heeft. Hoe hoog zou Ronaldo volgend jaar rated zijn bij Anna? Ja, in alle eerlijkheid, dit zijn natuurlijk geen pakketjes waar je echt warm van wordt. Je moet echt wel veel geluk hebben, wil je hier wat waardevols uithalen. Busquets pak ik hier wel, die gaat voor 6000 coins. Dat zijn echt mooie meevallers. Maar verder is het echt gewoon sprokkelen met spelers als Bruno Peres, die bijna 2k waard is. Ramaljo, die bijna 2k waard is. Een jager chemistry styles. God. Kut. Enorme kapitaalvernietiging, hè, dit. Stel, ik haal het straks op 2000 coins niet, hè, die miljoen. Dan weten we waar het fout is gegaan. Uiteindelijk gaan wij door deze playoff rewards, division rival rewards en marquee matchups van een totaal van 344k naar een totaal van 420.000 coins. En dat betekent toch al dat we de helft nu aan het naderen zijn en er gaan echt nog goede pakketjes komen. En dan denk je misschien, waar gaan die dan vandaan komen? Nou, ik heb deze donderdag in principe best veel tijd om gewoon nog een keer de squad battle cycle te spelen. Helemaal van begin tot eind. Gewoon weer naar Elite 1. En ook deze keer werd het me weer erg moeilijk gemaakt door mensen. Dit doet de computer toch nooit? En dan... Het lijkt echt op die Patrick Lodewijs, ken je die? Die dan eerst die bal weer speelt. En dan ja, precies hetzelfde doet als deze keeper doet. En daarna een blunder maakt. Dit is gewoon de tweede keer squad battles. En ik ga gewoon weer stuk. Wat is dit nou, jongen? Eindstand zit ik gewoon in Elite 1. En is het een kwestie van de rewards afwachten. Die kan ik pas openen nadat mijn hele week al voorbij is. Wat op zich niet heel ver mee weg is. Want het is inmiddels vrijdag, de laatste officiële dag van mijn 7 dagen om die miljoen te kunnen krijgen. En ik sta op dit moment op iets meer dan 420k. En we gaan natuurlijk gewoon beginnen aan die Weekend League. De rewards in Weekend League zijn trouwens echt heel sterk tegenwoordig. Dat is echt veel beter dan vroeger. Dit is bijvoorbeeld rang 6. Daar moet je dus 9 om 11 voor gaan. Krijg je een 50k pakket, 100k pakket, prima.
premium Team of the Week pakket en ook nog 25k cash voor. Ik denk dat wij ons moeten focussen op 3 haalbare, net iets hogere rangen. Rang 5 moet je 11 om 9 voor gaan. Rang 4 moet je 14 om 6 voor gaan. En rang 3 moet je 16 om 4 voor gaan. En we willen natuurlijk voor die 16 om 4 voor die ultieme rewards. Die zijn zo goed, jongen. Als we dat halen, maken we echt nog steeds kans op die 1 miljoen. Het enige is dat ik vergeten was, of ik weet het niet, dat ik echt een tering slecht team had staan. Waardoor we meteen de eerste wedstrijd al verloren. En ik dacht, met dit team gaan we natuurlijk helemaal nergens komen. Laten we nog 1 keer voor deze 20 wedstrijden meteen even investeren. Hoe snel kan het team ook droppen qua prijs in een paar uur? Dat ik deze wedstrijden natuurlijk doorheen ga rammen. Ik doe een investering van zo'n 200k en daarmee gaat mijn team van dit naar dit. En op dat moment was dit echt best wel al een lekker team voor de allereerste Weekend League. Jullie kijken er nu naar en denken van ja... Bruh. Ja, bruh is wel echt een goed woord, denk ik. Ja, voor wat jullie nu denken. En om dat team nog helemaal compleet te maken, doe ik nog een SBC. Cody Gakpo, Player of the Month. Heel lang geleden was dit een ding. Om deze helemaal gratis te kunnen doen, moeten we wel afscheid nemen van onze untradable Trent. Hij heeft veel mooie dingen. Nee. En weet je wat ik zo leuk vind aan mijn nieuwe team? En ook zo leuk vind aan de eerste weken van FIFA? Dat zijn eigenlijk de enige momenten waarop je die gouden Lewandowski gewoon heel goed kan gebruiken. En het speelt zoveel makkelijker met Frenkie aan de bal dan met Darder. Iedereen hier 1 keer raken. Zelfs Werner 1 keer raken. Wat gaat dat lekker? En daarmee is ook de eerste overwinning binnen. En het gaat dan echt in een rap tempo. Lewandowski scoort de 1-0. Ragequit. Lewandowski scoort die wedstrijd daarna. Wederom de 1-0. Ragequit. En dan hebben we in ieder geval alweer een positieve win los te pakken. Maar mijn tegenstander in die pot daarna begint lekker. Want hier is Fernandes met een kanonskogel. 1-0 sta je dan achter. Maar Lewandowski is zo goed. Elke kans gaat erin. En dan heb je ook nog zijn tegenstander die echt denkt dat ik hier op Werner ga passen. Dat hij echt denkt dat ik op Werner ga passen hier ook. Ragequit. Iemand die echt onrealistisch goed is op dit moment in FIFA is Darwin Núñez. Die heeft niet zo'n verfijnde techniek. Dat durf ik jullie te zeggen. Maar deze wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. Werner is aan het pielen aan de zijkant. Geeft een voorzet met links. Wat een geweldige assist van Lewandowski. Maar die kans had Bellingham er op zich wel in mogen schieten. Kunnen we dan nog wat in die tweede helft? Nou, het is weer Bellingham hier aan de bal. Die tikt hem naar Frenkie. Die gaat even zoeken. Bellingham tikt hem terug op Frenkie. Tikt hem terug op Bellingham. Dubbele 1-2. Kan die wat pielen in de 16? Wachten. Boom! Maak ze fout goed. Ja, Darwin Núñez scoort. Leuk. Dat kan helemaal niet. Kan helemaal niet. Ik kan echt maar reet van. Mijn tegenstander dacht op dat moment. Ik ga een beetje achterin rondtikken. Ik ga proberen de tijd te killen. Maar dit is een dramatische paas. En een dramatische aanname daar ook. En daar is Goretzka. Gaat hij het zelf doen? Nee, die tikt hem breed op Gakpo. Die in is gevallen. 2-2. En Gakpo als super sub maakt meteen het verschil. Frenkie met een geweldige paas. Gaat hij het dan zelf doen? Nee, legt hem breed op Lewandowski. Hoe kan je die missen? Nou ja, hij werd geblokt. Dus we hebben in ieder geval nog een corner. En je ziet me hier denken. Ik geef al die corners kort. Maar er komt helemaal niks uit. Ik doe een keer gek. Ik gooi die bal gewoon in 1 keer voor. En wie staat daar? Upamecano om de winnende in te koppen. 3-2. En zo hebben we met dit nieuwe team meteen al een winstreeks van 4 te pakken. En ook deze aanval is geweldig. Voorzetje van Roberts op Werner gaat iets zelfs doen. Nee, tikt hem door Goretzka. En die heeft in tweede instantie zijn goaltje te pakken. Dan is het... Ik vind het zo leuk. Ik vind Pieter Crouch zo'n ongelofelijke lesje. Wat zit dan voor scheidgoal, jongen? In de rust staat het ook 1-1. Dan heb ik een expected goal van 2.7. En mijn tegenstander van... 0,0. Ja, dit was zijn enige schot. En dit is blijkbaar minder dan 0,05 van XG. Lang verhaal kort. Dit was de wedstrijd van Goretzka. Want die maakt zijn tweede. Met tegenstander Ragequit bij 2-1. Zeer bijzonder. En zo winnen we al voor de 5e keer op rij. En wederom is het Goretzka in die pottena die het doet. Dat is zo chill dat we die untradeable hebben gepakt. Alhoewel ik volgens mij toen zei dat ik hem liever niet untradeable had gepakt. Maar het geld dat... Ja. Dit is een zeer doelpuntrijke wedstrijd met wederom ook hele fraaie goals van mijn kant. Uiteindelijk staat het 4-4 in de laatste minuut en ga ik hier nog proberen op te bouwen. Want ik voel dat er nog wel een kans in zit, maar dat is ja, echt tandtoedom. En dan voel je natuurlijk al aankomen. Hij tikt hem zelfs nog terug. Dat is superveel risico. En dan staan we 6-2. En dan lijkt die 16-4 wel redelijk ver van huis. Maar goed, ik heb eigenlijk pas 1 keer verloren natuurlijk met dit nieuwe goede team. Dus blijven we gewoon lekker doorgaan waarmee we bezig waren. Voorzet op Lewandowski, neemt hem 1 keer aan en boom, 1-0. Kunnen we dat trucje misschien nog een keer herhalen met een voorzet op Lewandowski die hem 1 keer aan het en erin ramt? Natuurlijk kan dat. Boom. Maar dan komen we tegen een tegenstander die iets moeilijker is. Het was wel een dribbelaar en ik kreeg niet echt grip op hem in de 16. Dat zie je hier ook wel van dat soort trucjes waardoor je hem echt helemaal kwijt bent. Maar bij 2-0 geven we natuurlijk nog steeds niet op. Ondanks dat we al best wel dik in de tweede helft zitten, Gakpo is al ingevallen voor Werner. Dat doe ik op zich wel redelijk vroeg. Geeft een geweldige steekbal op Robertsen. En dit is een goal, jongen. En op dat moment begon ik te twijfelen. Ik moet nog meer snellere spelers erin brengen. Want voorin, het loopt niet echt lekker. Lewandowski heeft nog geen kans gecreëerd. En je ziet me denken. Pulisic. LeBron James, een soccer. Ga ik hem erin wisselen voor Lewandowski? Ga ik dat doen? Mijn beste speler eruit halen. Puur voor pace. Nee, ik doe het niet. En we klikken dat menu gewoon weg. En we gaan ongewijzigd verder dan deze wedstrijd. In de 80ste minuut zitten we inmiddels met Gakpo aan de zijkant. Zoek naar Lewandowski. 1 keer draaien. Boom! Met links. Met
links schiet hij gewoon de 2-2 binnen. En wat is het dan goed dat je hem altijd laat staan. Nooit wisselen die vent. Ik verlies trouwens wel deze wedstrijd. Als ik het mag analyseren, was dit ongeveer het punt waarop ik het toch anders had kunnen aanpassen. Want de tijd was op zich al op. Nee! 7-3. En mogen we dus nog maar één keer verliezen om die gewilde 16-4 rang te halen. Ik vind ondertussen wel dat we hem echt officieel Mr. 1-0 mogen gaan noemen. Want het is hierna een kopballetje van Bellingham. Weer Lewandowski. Hij is oprecht de enige die scoort bij mijn team. Daar heeft hij natuurlijk wel het geweldige spel van mijn team voor nodig. Want deze corner is vrij uniek. Upamecano neemt hem aan Werner. En je ziet dat de tegenstander weer druk gaat zetten op de bal. En dat eigenlijk de hele situatie voorbij is. Maar daar is Gomez met de paas op Lewandowski. Krijgt hem weer terug van Werner. Lewandowski, boom! Mensen racecutten dus zo snel in FUT Champions tegenwoordig. Maar dat komt denk ik omdat je meteen je reward kan claimen als je klaar bent, dus ja. Ik bedoel, komt hij weer. Lewandowski scoort een goal en hij is weg. En het is eigenlijk helemaal niet eens grappig meer, maar wanneer je dan 1-0 achterkomt in de wedstrijd, is dat toch weer Lewandowski niet met 1, maar gewoon weer met 2 goals voor een 2-1 overwinning. Het is ongekend hoe goed hij is in het begin van het spel, zo gozer. En met 11-3 is op dit moment rang 5 ook al een zekerheidje. Ik hoef alleen nog maar 6 wedstrijden te verliezen en dan haal ik gewoon die rang. Dat is toch best wel ziek al, hè? Best wel zieke rewards zijn we nu al zeker binnen. Maar je weet hoe het gaat, net wanneer je toch begint te dromen van, zou die 16-4 dan toch mogelijk zijn, dan krijg je toch de deksel op de neus. Ondanks een hele mooie goal van Lewandowski zitten we nu officieel in ons laatste leven. We mogen niet meer verliezen voor die 16-4 rang. 5 finales, waarvan de eerste meteen al makkelijk gewonnen gaat naar deze corner van Upamecano. Boom, nog 4 finales te gaan. Als we die alle 4 weten te winnen, hebben we officieel 16-4 gehaald. Dat is echt boven mezelf uitstegen. Maar misschien had ik niet zo hard moeten juichen om die corner goal van Upamecano, want dan krijg je tegen het einde van de wedstrijd een goal tegen. Ja. En ik verlies, waardoor ik nu 12-5 ga. Ik denk echt dat die 16-4 mogelijk was, dat ik niet gewoon met 1-0 achterop eigenlijk begon natuurlijk gewoon. Door te spelen met dat super slechte team. Jammer. Dus dan moet je jezelf nog één keer oprapen om wel echt voor die 14-6 te gaan. Voor die goede rewards. Ondanks dat je al heel veel potjes hebt gegrind. Maar Lewandowski die raakt nooit moe. Corners die vellen me wel. Dat is echt scheid irritant, ouwe. De fouten die beginnen zich ook op te stapelen. Dit zijn gewoon echt gratis goals die je weggeeft. Ik maak het mezelf hiermee niet makkelijk. Maar ik maak het mezelf wel iets makkelijker door Leen Cruijff in te brengen. Die maakt de 2-2. Klein beetje smerig, maar we doen het wel. En kunnen we deze wedstrijd dan nog over de streep trekken in de reguliere speeltijd? Nou wel. Als er deze geweldige actie hier is van Martin de Roon vooruit verdedigen met de slijding. Daardoor krijgen we gevaarlijk balbezit. Bal op Cruijff, verovert hem en schiet hem erin. 3-2 in de laatste minuut. Hij raceert ook meteen. En daarmee hebben we nog 2 wedstrijden om er eentje te winnen. Maar maak daar maar 1 wedstrijd van. Want ja, deze gast was al een maatje te groot voor mij. En zo maken we ons dus op voor de ultieme finale. Gaan we in rang 5 of gaan we in rang 4 komen? Rang 5 zou echt beschamend slecht zijn. Aangezien ik 3 kwartier geleden zei dat ik de laatste 6 wedstrijden gewoon kon verliezen. En dan het alsnog zo halen. Maar goed, alles valt op staat met de kwaliteiten van de tegenstander die we nu tegen gaan komen. Hopelijk is hij een beetje slecht. Hopelijk, vind ik echt mooi. En ik zweer je, ouwe, die rewards zijn echt niet misselijk. 100k pakket, 125k pakket, 3 Team of the Week pakket en 50k cash. En dit krijg je dan ook nog. Het zieke is dus dat ik om het te pesten of zo krijg ik hieruit dan info Werner. Besef mensen, die heeft gewoon die hele Weekend League mij in de spits gestaan bij de basis. Hebben jullie hem voorbij zien komen? En dan verkoop ik zo snel mogelijk het team wat ik heb staan. Ik verlies er maar 10-20k of zo, wat ik eigenlijk al best veel vind, maar dat veel erger kunnen zijn. En met die 50k cash erbij zitten we nu bijna op de helft. Maar er wachten natuurlijk nog wel goede packs op mij van de Weekend League Rewards, van de Squad Battle Rewards en ook nog van de Vision Rivals. Want die besluit ik nog heel snel even te spelen met een kakteampje wat ik nog heb staan. Je kent het ondertussen wel, het kakteampje. De best mogelijke rewards krijg je door 8 keer te winnen. Die kop ik nog even in. Niet geweldig interessant, maar het kostte me wel een paar uur de tijd. Waarvan ik op dat moment dacht, had ik het niet beter toch nog in een online drafje kunnen stoppen. Maar het ding was, ik was al een beetje gaar. Ik heb die hele vrijdag al Weekend League gespeeld. Dan krijg je weer een beetje hetzelfde tafereel dat je net niet echt kan presteren. Maar de Vision Rivals maakt het net even minder uit dat je een keertje verliest. Sterker nog, dat boeit eigenlijk helemaal geen reet. En daarmee, mensen, is het officieel voorbij. En zijn we aan het einde gekomen van een week lang FIFA spelen. Ja, helaas geen SBC's die ik nog kon doen op het einde. Er was zo weinig content in die eerste week. Maar goed, tijd voor die rewards.
En we beginnen met het claimen van de Squad Battle Rewards. Dat is 26.000 cash wederom. En daarmee zitten we nu officieus gezien op de helft van die miljoen. Ja, ik begin ondertussen ook wel te beseffen dat er echt een wonder moet gebeuren uit deze 5 pakketjes. Wil ik gewoon mijn fucking totaal verdubbelen. Maar 1 speler, die hebben het vorig jaar ook kunnen zien. 1 speler kan het redden. Oké, pakketje nummer 1 is een 50.000 pakketje. En daar krijgen we een Deense CVM. En dit voorspelt niet veel goeds. Sterker nog, al deze spelers verkochten letterlijk voor 700 coins. 50.000 pakketje nummer 2. En deze keer komt die speler uit Brazilië. Het is een cent. Dit is ook gewoon wederom heel slecht. En ook iedereen uit dit pakketje verkoopt gewoon voor minder dan 900 coins. Alleen Tier, die verkoopt er nog voor 1700. Dus dat is niet echt best. En dan is het tijd voor het Premium Team of the Week pakketje. Meestal is dat een teleurstelling van 3 Team of the Weeks van 10.000. Maar deze keer is het een Duitser. Een Cam. Het is Musiala. Die is geen 10, maar 14.000 waard. Bovenop natuurlijk die andere twee die wel 10.000 waard zijn. Dan gaan we door naar het 100.000 pakketje. Geef ons een hero speler, een Icon, een Cristiano Ronaldo. Een Messi, whatever the fuck. Geen hammer. Het is werkelijk waar niet te filmen. Maar ook deze gasten gingen echt allemaal voor nog geen 1000 coins. Wat een kutspel. En dus zijn we nu aanbeland bij het 125.000 pakketje. Een van de allerlaatste pakketjes uit deze serie. Naast de Vision Rider was dat nog op ons wacht. En het is wel een walkout. Keylor Navas pakken we hier gewoon. Ik dacht echt dat dit de slechtste rewards uit de historie gingen zijn. Maar die is in ieder geval binnen. Dit pakketje is helemaal nog niet zo slecht. Keylor Navas verkoopt namelijk voor 22.000. De vrijverkoop voor 1700 coins. En ook die Nuno Mendes verkoopt voor een paar duizend coins. En dat waren dus de pakketjes die ik voor nu had liggen. En zo springen we van zo'n ongeveer 500.000 naar een totaal van 609.000 coins. En daarmee ligt het lot van deze hele serie in handen van mijn Divisie 5 bonus upgrade van deze 3 pakketjes. Ik moet daaruit nog 391.000 coins verdienen. Wederom, 1 speler kan natuurlijk alles omgooien, maar ik begin er wel een beetje een hard hoofd in te krijgen. Maar er gaan nog wel walkouts vallen, mensen, kan ik jullie zeggen. Dit is de eerste daarvan. Het is een gouden. Het is een Spanjaard. Het is een CVM. En dan kan het natuurlijk alleen maar Rodri zijn. Echt fucking chill om te packen. Ging op dit moment wel voor vrij weinig. 14.000 coins. Dat is voordat de hogereden spelers wat meer waard worden door goede SBC's. Dus dan heb je nog maar 2 pakketjes over in de van 0 naar 1 miljoen coins editie van FIFA 23. En wederom, mensen, gaat dit gewoon een walkout zijn. Hij komt uit slow. Nog wat de tering tyfus, weet ik veel, te Skriniar. Ja, 11.000 coins. Het zijn niet echte jackpot prijzen, maar goed. We maken ons op voor het allerlaatste pakketje uit deze video. Gaan we die 1 miljoen nog halen met deze speler? Hij is goud. Hij is Nederlands. Hij... En daarmee eindig ik dit jaar in de FIFA 23 editie op een totaal van niet 1 miljoen, maar 655.000. Ongeveer op 2/3. Zo slecht is het nou ook weer niet, maar we zitten ook wel vrij ver van die miljoen vandaan. En dan ga je toch analyseren, hè? Waar heb je het laten liggen? Was ik dit jaar gewoon te slecht, met name in mijn FUT drafts of in mijn weekend league? Had ik dit jaar misschien minder tijd om in de game te stoppen, waardoor ik minder kon traden of zo? Of ga ik het gewoon heel simpel blamen op mijn pack luck? Want als je als duurste speler een Kessier van 24.000 hebt gepackt, ja, zo erg was het echt. Kessier van 24.000. Dat lijkt wel het makkelijkste om het daarop te gooien, hè, mensen. Soms heb je pech. Mensen, ik wil je echt ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Hij was wederom vrij lang. En jullie moesten er ook vrij lang op wachten. Ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Voor de 5e keer was dit, geloof ik. Maar ik durf wel met meer dan 90% zekerheid te zeggen dat dit waarschijnlijk de laatste editie was. Het past wel echt niet zo goed meer in mijn planning. Dat merken jullie ook wel. Het spijt me dat het niet gelukt is. Wie weet volgend jaar. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer. Echt niet.